schoon is. Maar zijn we er dan, volgens u beiden, als je zegt, oké, geen buitenlandse financiering? Nee, dat heeft dus ook te maken met personen. Personen die, ze noemen het dan zelf gastsprekers, ik noem het haatpredikers, die te pas en te onpas op vrijdagmiddag gebeden ook oproepen tot haat en allerlei andere gedachten die ver staan waar we als Nederlandse samenleving voor willen staan. Dus het heeft met geld te maken, dus daar moet je mee beginnen. Volgens mij moet je uitermate kritisch zijn. En ik zou zeggen, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, zet gewoon echt gewoon een stop op alle buitenlandse financiering. En ga daarna ook kijken wat de personen zijn achter die netwerken. En ontzegt hij ook gewoon echt toegang tot maar Nederland. Maar dan nog, dan zeggen ze, ja, maar dan is er crowdfunding en dan krijgen we het nog wel voor elkaar. Is er niet een groter probleem dat we eigenlijk niet willen dat er een parallele samenleving ontstaat, dat er een sectarische organisatie met zoveel zelfvertrouwen anderen onder druk zou kunnen zetten? Nee, dat klopt, maar daarvoor moeten wij echt, en dat blijf ik zeggen, we moeten alle maatregelen nemen die we kunnen nemen over geld, over inreizen, visa voor fouten, noem het allemaal maar op. Maar we moeten ook als samenleving zeggen, wij trekken hier de grens. En dat zit ook in heel kleine dingen. Er was laatst weer een van de malle museumdirectrice die begon te mekkeren over dat mensen uit bepaalde culturen misschien niet tegen bloot kunnen. En dat lijkt wat vergezocht, maar dat is allemaal dat mogelijk maken van dat inwoekeren, van dat doorwerken, van dat gedachtegoed. Grenzen stellen. Gewoon, nee, we willen dit niet. We gaan niet meer meebuigen. En als wij een keer kritiek hebben op een religie die achterlijk denkt over heel veel zaken waar wij als westerse samenleving vrij over denken, dan is dat geen islamofobie. En dat zijn al die partijen, ook politieke partijen, ook maatschappelijke organisaties, die maar blijven huilen over islamofobie als je daar een keer kritiek op hebt. Nou, als we daar nou eens mee op zouden houden, dat zou ook wel eens een slok op een borrel geven. Dat je gewoon